Goedenavond allemaal. Volgens mij ben ik er. Ik ga mezelf nog even opzoeken op de computer. Dan kan ik ook jullie reacties meelezen. Goedenavond. Dat staat allemaal goed. Dan wacht ik nog heel eventjes dat de rest mij ook kan vinden. Goedenavond allemaal. Welkom. Nou, ik ga voor lieverlee gewoon vast het een en ander vertellen en dan... gaan we dadelijk gewoon lekker aan de gang. Oh. Mijn matje ligt een beetje scheef. Mijn camera staat scheef, zie ik. Nou ja, mag de pret niet drukken. Goedenavond. Welkom allemaal. 1 augustus alweer. Tijd vliegt. Ik zie nog langzaam mensen binnendruppelen. Nou goed, ik wil vanavond aan de slag gaan met de Golden Christmas collectie van Precious Marieke. Oh, even wachten, er begint iemand te chatten en die komt precies voor jullie reacties. Dus die klik ik even weg. Zo. Waar was ik? De Golden Christmas collectie van Precious Marieke. Daar wil ik mee aan de slag gaan. Nou, ik moet er gelijk bij vertellen. Kerstkaarten, sommigen van jullie weten dat wel. Ik heb dat al eens eerder gezegd. Is echt uit mijn comfortzone. Ik ben daar echt nog een beginneling in. Maar ik vind het wel altijd heel leuk en heel mooi. Dus vandaar dat ik inderdaad tegen Janine gezegd had van... Goh, ik wil dat toch wel doen. Lijkt me wel leuk. Nou ja, er zit natuurlijk heel veel in die collectie. Janine heeft het al in een... in een showtime vorige week of die week ervoor, dat durf ik even niet meer te zeggen, laten zien. Ik kan jullie geen hele knipvellen mee laten zien, want er is al in geknipt. En ik heb ook alvast een plaatje voorbereid. Ik ben namelijk niet zo'n ontzettend snelle knipper. En ik denk, ja, dat is voor jullie dan misschien niet zo leuk om naar te kijken. Dus vandaar dat ik een plaatje vast heb voorbereid. Ik heb hem nog niet in elkaar geplakt, dat laat ik jullie dan wel eventjes zien. Maar dit is er nog eentje van. Ik moet even kijken, want ik heb het idee dat deze niet compleet is. Ik moet namelijk heel eerlijk bekennen, ik ben niet de eerste die met deze collectie werkt. Nou ben ik even haar naam kwijt. Corrie of Suzanne, ik durf het niet meer te zeggen. Die heeft hier al mee gewerkt en er staan ook al voorbeelden van in de webshop. Beide artikelen. Maar goed, ik kan jullie natuurlijk wel gewoon even wat laten zien. Dit zijn de knipplaatjes. Ze zijn ook verkrijgbaar in van die push-out vellen op het moment dat je zelf niet wilt knippen of kan knippen. Ja, kun je allerlei redenen voor bedenken. En die kun je dan natuurlijk zelf opbouwen. Hè? Hier de grootste, de ene grootste, die plak je daar op. Dan deze, die plak je daar weer op. Dan die en dan die. En dan krijg je dat mooie 3D effect. Nou, er zijn allerlei verschillende natuurlijk van. Hier met kaarsen. Dit is een trompet. Hier nog een met kaarsen. Nou, ik heb er een met een kroon en een kaars. Of een lantaarntje en een kaars. Nou goed, allerlei dingetjes. Ik heb die klok ook gekocht. Ja, die is leuk, hè? Nou, ik kreeg daar inderdaad... Mijn eerste idee was een shaker. Het is leuk om een shaker van te maken. En dan hier aan de zijkant mooie takjes, een 3D plaatje, wat besjes. En dan heb je eigenlijk al heel simpel een leuk kaartje. Maar ik bedacht mijn eigen ook net. Nogmaals, ik heb niks voor kunnen bereiden. Toen ik dit thuis kreeg, was ik ziek. Dus ja, er is er gewoon niet meer van gekomen. Maar ik bedacht me net, ik heb van deze balletjes. Van die,
Van fase zijn ze. Deze zijn niet zo groot. Ik weet niet of de doorsnede opstaat. Nee, maar ik kan hem zo wel even opmeten. Nou, die kunnen natuurlijk uit elkaar halen. Dus ik heb even snel wat er afgeknipt. Ik denk, ja, als ik die klok nou uitstans, past dit er hier mooi in. En dan kun je hierachter een shaker doen. Of ik had het 3D-plaatje bedacht. Ik had er alleen geen rekening mee gehouden dat dat 3D-plaatje natuurlijk groter is als mijn bolletje. Dus daar moet wat anders achter. Maar goed, ik wilde het jullie toch laten zien om een idee te geven. Wat je er dus mee zou kunnen doen. En je hebt ze ook nog groter. Maar ja, die zijn te groot voor deze klok. Past wel het 3D-plaatje in. Maar met de klok gaat het niet werken. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik dat op ga lossen. Wat ik ermee ga doen. Ik weet ook nog niet welke stansen we gaan gebruiken. Dat gaan we zo lekker bekijken. Dit was dus de klok. Mooi de cijfers er ook bij. Kun je zelf de tijd invullen. Gebruik je hem voor oud en nieuw. Kun je hem natuurlijk 1 minuut voor 12 doen. Of net wat je leuk vindt. Dan zit er nog een kleine klok bij. Die zou je aan de zijkant kunnen plakken. Hè, als zo'n, ja, wat is dat? Stationsklok? Hangklok? Kerstbel eraan bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Deze vind ik ook geweldig. We hebben die mooie grote kerstbellen. En als je dan deze pakt. Hè, dit zijn losse kerstbellen. Moet ik even kijken. Als je die er opnieuw uitstanst. Zeker als je een beetje van het 3D gebeuren houdt. Als je die opnieuw uitstanst. Dan kan je hem in 3D kan je hem er bovenop plakken. Want deze klok. Deze losse klok. Is hetzelfde. Als deze. En volgens mij werkt dat bij alle drie zo. Ja. Zie. Deze klok is deze. En die zou je er dan bijvoorbeeld in 3D weer boven kunnen hangen. Dus dat zijn de kerstklokken. Nou krijg ik met die losse klokken weer een idee. Dat ga ik jullie zo vertellen. Dan zit er nog een mooie rolscript idee bij. Nou, ik had al zitten denken, die kun je natuurlijk ook uitstansen. Ik heb het nog niet geprobeerd, dus ik durf het niet te zeggen. Deze stans namelijk niet, deze opening. Maar die zou je er wel zelf uit kunnen knippen. Als je dan de boven- en de onderrand iets dikker houdt, kan je er ook weer een leuk shaker van maken. Dan pakken we eerst even deze. Zitten er nog mooie takjes bij met besjes? Nou, die besjes kun je natuurlijk weer heel leuk opvullen met bijvoorbeeld Nouveau Drops of pareltjes. Net wat je leuk vindt. Losse hulsblaadjes kun je er weer in 3D een tafereeltje van maken. Altijd handig die takjes vind ik zelf. Kun je overal tussen stoppen. En dan hebben we nog deze. Nou, dit zijn van die borders. Nou kun je zo'n border. Deze is met hulst en deze is met kerstklokjes. Als je een stuk papier hebt. Nou, ik haal er even een velletje uit. Dit is zeg maar de voorkant van je kaart. En je doet deze border er zo op. Dan heb je aan het einde een doorzichtig stukje. Volgens mij, of zou die wel uitstansen? Ik heb hem nog niet geprobeerd namelijk. Of deze volledig uitstanst. Heb je best kans op trouwens. Maar je kunt ook. Hè, er zit een losse stans bij. Die kun je aan het einde leggen. Als je dat nou bijvoorbeeld een paar keer doet op verschillende papiertjes. Kun je eigenlijk al een soort flapjeskaart maken. Hier kun je natuurlijk ook weer een leuk shaker mee maken. Een leuke, hoe noem je dat? Zo'n band eromheen. Ik noem maar iets waar je weer een leuke label achter steekt. Ik krijg in één keer een heleboel ideeën. Kan ik natuurlijk niet allemaal deze live uitwerken. Dat snappen jullie. Maar goed. Moeten nog even papiertjes uitzoeken natuurlijk. Er zitten hele mooie papiertjes bij. Ik had namelijk eigenlijk zoiets Golden Christmas. En ik denk, het eerste wat in me opkwam was wit en dan dat goudkarton van Le Su, dat parelmoer. Ik denk, dat is gaaf. Toen zag ik deze. Ik denk, dat vind ik ook wel leuk. Het is een keer wat anders dan echt de traditionele kerstkleuren of een beetje het bling bling, het goud.
Dit is een beetje bordeaux rood roze. Past ook mooi bij het 3D plaatje wat ik alvast heb uitgeknipt. Daar zitten dezelfde bloemetjes namelijk in. Dus ik denk dat ik voor deze ga, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Nou, draai je hem om, heb je een mooi streepje. Doen het altijd goed. Dan hebben we nog... Ja, dit is ook een beetje roze-paars. En daar zitten hulsblaadjes en bloemetjes in. En de achterkant... Mooi, de kaars. Mintgroen. Ja, beige, bruin. Ik ga er even snel doorheen, dan hebben jullie een idee wat er... Wat er aan papier van deze collectie verkrijgbaar is. De kerstklokken. Oh, zo moet die. Kijk, als jullie goed kijken, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Zie je dat hij een beetje verloopt van donker naar licht. Is leuk voor een achtergrond bijvoorbeeld. Deze vond ik ook leuk. Hier zou ik wel dat lessu karton heel mooi bij kunnen gebruiken, dat goudkleurige. Past ook het 3D plaatje mooi bij. En aan de achterkant kaarsen. Ook kaarsen. En een streepje. Dit zijn denk ik swirls. Met aan de achterkant in het paars mooie kerstballen. En een mooi strik. Doet het natuurlijk altijd goed met de kerst. Stippies. Streepies. Goedenavond voor degenen die nog binnenkomen. En deze is heel paars, heel erg uit mijn comfortzone. Maar ik moet zeggen, ik vind hem toch wel leuk. De kerstballen met de stipjes. En aan de achterkant een wat rustiger streepje om het bijvoorbeeld als matlaagje te gebruiken. Ik noem maar iets. Je kunt echt allerlei kanten op met deze collectie. Nou goed, ik had bedacht dat ik eigenlijk wel met deze aan de slag wilde. Maar ik vond dat gouden karton wat minder. En toen... zag ik dat ik nog van Card Deco dat linnen karton had in Shell Pink. Ik kan je zeggen, bij deze kleurtjes past die heel goed. Dus misschien dat ik die nog wel ga gebruiken. Ik heb daar de klok ook even snel in uitgestanst. Ik vind overigens wel dat die aardig wegvalt op het designpapier. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik zag net die... Misschien pak ik wel een combi daarvan. Even kijken... Ik vind deze namelijk ook erg leuk. En die kan en bij die en bij de gouden. Dus nou, ik leg de papiertjes in ieder geval even aan de kant. Het worden een van deze twee. De knipplaatjes leg ik ook aan de kant. Want die heb ik jullie laten zien, hè. Dat is mijn lamp. Zal ik eens kijken of ik hem iets weg kan draaien zonder dat ik de boel hier verbouw? Nee, dat is wel mijn lamp, denk ik. Is het nou niet te donker voor jullie? Ik heb de lamp omgedraaid. Het is toch gewoon normaal papier. Het is geen bling-bling papier of... Maar zo hebben jullie er minder last van in ieder geval. Hebben jullie een voorkeur waar jullie qua stansen, waar jullie iets mee willen zien? Want anders worden het de kerstbellen. Denk ik. Of de klok. Oh, ik weet het. Ik vind ze allemaal leuk. Ik vind die hulsblaadjes erg leuk. Daar wil ik eigenlijk wel iets mee doen. Die boekenrol vind ik ook leuk. Die boekenrol is misschien wel leuk. Dan hier dat plaatje. Nou ja, ik pak nu even één ding. Een plaatje. Hier een mooi tekst. Die moet ik even opzoeken dan. En dan hier bijvoorbeeld wat hulsblaadjes met wat klokken aan een touwtje. En wat me ook leuk leek, die had ik ook nog liggen. Ik zal ze die zijn van Dress My Craft. Hebben we van die gevulde kerstballetjes. En dan in een kleurtje of twee kleurtjes. Misschien kunnen we die er wel aan hangen. Ik denk dat we dat gaan doen. Dat vind ik wel heel leuk. En die heb je, vind je nou die gevulde balletjes niet zo leuk, hebben we ze ook nog leeg.
Dan kun je ze zelf vullen. En daar had ik eigenlijk een leuk idee bij. Maar dan kan ik de stansmallen niet gebruiken. En dat vind ik dan eigenlijk weer jammer. Dus ik zal jullie dat idee vertellen. Die ga ik ook nog uitwerken. Dat jullie een voorbeeld hebben. Maar ik dacht dat het wel leuk was om een kaart te pakken. Moet ik even dit aan de kant leggen. Als je dus een kaart hebt en die vouw je dubbel. Dan pak je een... Nou, ik vouw hem gewoon dubbel, weet je. Ik heb papier genoeg, dus kan ik het jullie niet vertellen. Komt allemaal niet zo nauw. Nou had ik hier net... Als je nou dus zo je kaart hebt, hè. Dan pak je een cirkelstans naar keuze. Welke maat of een cirkelsnijder. Net wat je mooi vindt, hè. Die leg je voor de helft erop. Dan stans je hem uit. Dan heb je dus eigenlijk zo je kaart met hier een halve cirkel eruit. Dan pak je diezelfde maat cirkel met een cirkel twee maten groter. Dus dat je een border krijgt. Dat is natuurlijk maar net wat je zelf mooi vindt, hè. Hoe groot dat je je rand wil hebben. En die plekje plak je aan de voor- en aan de achterkant plak je die erop. Waardoor je dus dit idee krijgt. Dus dat je zo je border hebt. En dan aan de bovenkant plak je hem nog even niet vast. Dat stukje laat je even open. Dan pak je een stukje touw, visdraad. Ligt eraan of jij je lintje wil laten zien. Dan pak je een paar van die kerstballetjes. En die kun je daar dan mooi in hangen. Nou, dat kan je ook met deze bal doen. Die kan je ook lekker laten hangen. En vullen met ja, bloemetjes, kraaltjes, dingetjes naar keuze natuurlijk. Kaarsje, mini kaarsje erin, ik noem maar iets. En dan kun je hem hier nog mooi, het 3D plaatje, de hulstakjes. En zo kun je ook nog een leuk tafereeltje maken. Dus dat was eigenlijk nog een idee die ik ook had. Nogmaals, dat ga ik dan vanavond maar niet doen. Of jullie moeten zeggen, ja die willen we zien. Dan hangen we de klok in het midden. Want dat kan natuurlijk ook. Dan gaan we met die kaart aan de slag. Maar die keuze laat ik aan jullie. Dus we kunnen een kaart maken met... ja. Maar we kunnen ook dat idee doen wat ik net zei. Dan gaan we de klokken gebruiken. En anders ga ik met de boekenrol aan de slag. Ik leg deze even weg. Dan schittert hij niet over jullie. En om te beginnen vast een beetje plek maken. De klokken met de belletjes. Deze bedoel jij. Boekenrol, ballen. Nou, ik ga met de boekenrol dan beginnen. Dan hoop ik dat het lukt om... misschien lukt het wel om twee creaties te maken. Dan moeten we wel heel snel beginnen nu. Maar goed, als de basis maar klaar is dan, hè. Dan kan ik jullie in ieder geval het idee laten zien. Nou, dit was nog het lessupapier, maar dat kennen jullie wel, hè. En dit is het fluweelkarton van Craft Emotions. Ja, ik wil toch graag dit gebruiken, dus ik ga voor die rode swirls in eerste instantie. Ja, die belletjes. Nou, ik ga gewoon heel hard proberen door te werken. Dat ik... twee kaarten kan maken. Nou leg ik mijn boekenrol weer weg. Of niet? Nee. Ik moet ondertussen wel even stansen. Maar goed, mijn stansmachine staat naast me. Nou zit ik even in dubio. Ja, ik ga hem hier uithalen. En anders dan, wat ik dan zal doen, mocht het niet lukken, dan zal ik proberen van de week even een filmpje op te nemen hoe ik dan die andere kaart maak. Dan plaats ik die op de groep, dan kunnen jullie toch zien wat mijn bedoeling daarbij is. Mijn papier, mijn boekenrol. Ik ga deze wel even vastplakken met mallentape, omdat... Ik hem een klein beetje recht op mijn papier wil hebben, zeg maar.
En die haal ik even door mijn stansmachine. Dan meet ik hem zo meteen even op voor de maat van mijn... Hoe groot is de boekenrol? Als die onder mijn machine vandaan komt, ga ik het je vertellen. Ik ben ondertussen eventjes mijn liniaal aan het zoeken. Echt, ik heb een zooi gemaakt. Ik ben van alles kwijt. Maar goed, is vast niet herkenbaar, hè? Dat doen jullie nooit, hè? Even kijken. Nou, ik heb hem hier. Komt goed, Angela. Ik ga het sowieso voor jullie uitwerken, dat idee. Nou, volgens... Moet hij nou zo of moet hij nou... Nee, zo moet hij. Nou, als je goed kijkt, zie je ook dat hij van die geëmboste lijntjes heeft. Nou, zoals ik al zei, zie je dus ook het middenstukje. Dat zou je er dus zelf uit kunnen halen en een shaker van kunnen maken. Nou, dat ga ik vanavond niet doen. Oh ja, ik zal even opmeten hoe groot de boekenrol is. De boekenrol is om en nabij 11,5 centimeter hoog. En het breedste is die 10,5. Ja, bij mij is er ook een bom ontploft. Dat is echt... ik ben echt met zoveel dingen tegelijk bezig. En dan ben ik bijvoorbeeld met een mixed media project bezig. En dat moet dan drogen. En dan leg ik dat aan de kant. Vervolgens laat ik dat allemaal liggen. En dan ga ik met iets nieuws beginnen. Dus ja, ik heb even mijn papier nodig. En nou ga ik de boel weer aan het verschuiven. Nou ja. Wat zei ik? Hij is op zijn breedst 10,5. Dus dan wordt mijn basiskaartje 11. En hij is 11,5. Dus 11 bij... Dan ben ik het weer kwijt. 11. Dus dat wordt 22 bij 12. Nou, papier snijden kennen jullie allemaal wel, hè? Rillen op 11. En afsnijden op 12. Als ik het nu goed doe. Deze even aan de kant. Nou, en als ik me dan niet vergis, past die boekenrol. Maar ik weet nou eigenlijk niet of die zo... Ja, zo. Zo vind ik hem mooier, denk ik. Nou, ik ga mijn basiskaart veranderen, want ik vind hem toch te klein. Alhoewel, het kan wel. Plak hem nog niet vast. Wat denken jullie? Want nou had ik bedacht, dan moeten we zo meteen het 3D-plaatje gaan plakken. Die wil ik eigenlijk zo. En niet compleet op mijn boekenrol. Ja, ik ga hem groter snijden. Deze komt wel weer van pas. Dat vind ik dus niet zo'n probleem. Ik pak even een nieuw velletje. Oh, valt wel mee hoor. Zoveel te laat zijn jullie helemaal niet. Ik heb eerst het een en ander laten zien. En ik ga nu beginnen met een kaartje. Ik doe gewoon weer even rillen op. Nou, ik doe hem gewoon nog even helemaal niet rillen. Ik ga deze gewoon opplakken. Zoals ik denk dat hij mooi is. Dat we wat ruimte hebben, zeg maar. En dan kunnen we het 3D-plaatje zo erop verwerken. Dan gaan we wat hulstakjes en de belletjes snijden. Ik denk dat we het op die manier doen.
Ja, zo gaan we het doen. Nou zit ik te denken, nou dan wordt hij te hoog. Dat kunnen we met foamtape doen. Of gewoon met lijm of dubbelzijdig tape. We gaan eerst wel even 3D plaatje. Dan kijk ik zo even of het niet te hoog wordt. Want zeker als je de kaart ook nog wil versturen, is het ook niet zo handig om hem heel hoog te plakken. Nou, ik heb het foamtape van Heffy Doodle. Ik knip daar gewoon even een reep vanaf. Dan hebben jullie die grote Ronnie in beeld. Nou, zoals ik al zei, heb ik één 3D plaatje wel vast uitgeknipt, maar nog niet in elkaar gezet. Nou, het is hier nu een enorme herrie, want de vuilniswagen die komt de oude papierbak leeg. Dus ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Maar goed, dat terzijde. Ik begin met het grootste plaatje. Dat is in mijn ogen deze. Dan pak ik eentje kleiner. En dan ga ik kijken. Ik leg mijn stukje foamtape even daar neer. Ja, nou, dat klopt. Dus deze, die komt hier bovenop. Dus wat gaan we dan doen? We pakken stukjes foamtape. Misschien nog een handige tip wat betreft foamtape. Ik krijg nog wel eens de vraag, hoe kun je nou foamtape goed knippen? Zeker als je hele smalle reepjes nodig hebt om hem doormidden te knippen. Zonder dat het aan mijn schaar plakt en mijn schaar er helemaal onder komt. Wat nog wel eens wil werken, of wat je er kan doen, is of op een stukje afval mica plakken en dan doorknippen. Of bakpapier. Gewoon je foamtape op bakpapier plakken, doorknippen. Niks aan het handje. Gaat echt heel goed. Zeker nog wel eens handig bij shakers. Als je bijvoorbeeld een dunne shakerrand hebt. Een dunne rand hebt van je shaker. En je foamtape dus eigenlijk te breed is. Nou, wat gaan we dan doen? Dat past hier ook wel mooi bij. Gaan we even kijken hoe willen we hem hebben. Hè? Hoe komt hij? Ik denk dat ik hem zo wel goed vind. En zo plakken we hem op. Dan krijgen we de volgende. Dat is deze. Zie je, dan is dit takje er weer af. En daar doen we hetzelfde bij. Nou heb ik mijn foamtape verkeerd omgeplakt. Dat is niet zo erg. Kijk, zo die strookjes knippen gaat prima. Prima. Sorry, ik heb een vraag gemist, denk ik. Hoe zorg je ervoor? Wel fijn dat ze het opkomen halen. Of je ze... Ja, dat klopt. Ja, dat is een de schaar die jij bedoelt, Stephanie. Is denk ik zo'n non-stick schaar. Die plakt niet. Maar je schaar afdoen met wasbenzine heb ik al gehoord. Dan krijg je ook plakresten ermee af. Maar ik moet zeggen, ik doe nou nog wel eens foamtape. Zeker als ik het door moet knippen met dat bakpapier of mica. Dan heb ik geen plakresten aan mijn schaar. X-cut inderdaad. Klopt. Die hebben die heeft zo'n non-stick schaar. Nou, en dan zie je dat je eigenlijk al een mooi dik plaatje krijgt. Nou, dit is uit mijn hoofd gezegd 3 mm dik. Ik heb even niet anders in huis. Maar je hebt natuurlijk ook 1 en 2 mm. Volgens mij, ja, dit witte bedoel jij, Els. Dat klopt, dat zou zomaar kunnen. Maar dat is aan mij niet besteed. Dus daar ga ik niet aan beginnen, want dan vernachtel ik het hele plaatje. Dat vind ik echt zonde. Voor degenen die dat kunnen, chapeau. Zeker doen, want het geeft gewoon een supermooi resultaat. Maar niet voor mij. Ik pak er nog even een stukje foamtape bij. Want we moeten nog 2 plaatjes. Dan hebben we nog de bloemetjes. Ja, dat plakken aan de zijkant hou je niet helemaal tegen, denk ik. Tenzij je hele dunne strookjes papier pakt en die er tegenaan plakt.
Maar dat is wel een dingetje. Ik heb daar wel eens geprobeerd. Ik heb daar niet altijd het geduld voor, moet ik heel eerlijk bekennen. Dan gaan we deze opplakken. Nou, het bloemetje zit natuurlijk hieronder. En dan hebben we er nog eentje. En dat zijn echt alleen de bloemetjes zonder het extra takje. Ja, sticker verwijderen heb je inderdaad ook. Goeie tips. Ja, het plaatje wordt er inderdaad mooier van. Maar goed, ik kan jullie nu in ieder geval het idee laten zien. Nou, dan hebben we hier dus ons 3D-plaatje. Nou, en als je hem dan eventjes op zijn kant houdt, zie je natuurlijk mooi de diepte erin. Dat is ook zo mooi. Die is ook wel mooi. Nee, gaan we niet doen. We gaan gewoon deze pakken. We pakken onze boekenrol. En hij mag gerust hier ook wel, want dan komen, ik wil toch nog takjes en zo. En dan ga ik even kijken hoe ik hem hebben wil. Ik denk hier. En dan wil ik eigenlijk van die hulstakjes. Dus ik pak mijn kleine stansmachientje erbij. Oh, ik ben wel aan het schuiven vandaag, hè. Ik leg dit even uit beeld. En dan gaan we hulstakjes pakken. Nou kan ik twee dingen doen. Ik kan ze uit wit stansen. De bellen leg ik ook vast klaar. Want daar gingen we natuurlijk ook wat leuks mee doen. Of pakken we wit. Ik weet niet of ik donkergroen karton heb. Even denken. Ja, dat denk ik wel. Ik moet het er even bij pakken hoor. Sorry. Oh, dat is ook mooi. Kerstappel. Nou valt mijn stapel om. Ik heb van Studio Light deze. Het Christmas Paper Pad. Daar zitten verschillende tintjes groen in. Dus even kijken wat mooi past. Die is wel mooi, niet te donker. Oh, dat donkergroene vind ik ook wel mooi, maar hulst is altijd ietsje feller van kleur, hè? Ik ga toch voor deze. Ik vind deze erg mooi. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik weet niet of deze nog leverbaar is, maar anders wel een soortgelijk iets. Ik weet ook niet of Janine er toevallig is of die dat kan vertellen. Ja, deze kleur vind ik mooi. Pakken we onze hulsblaadjes. Ja, het gaat om de inspiratie, dat klopt. En weet je, ach, ieder doet het toch op zijn eigen manier, hè? En dat vind ik altijd het mooie in de hobbywereld. Of het mooie, het valt mij wel steeds vaker op dat er zoveel haat en nijd is. En dat vind ik echt jammer, want het is niet nodig. Weet je, er is geen goed of fout. Ieder doet het gewoon op zijn eigen manier. En iedereen moet het ook gewoon lekker op zijn eigen manier doen. Zoals jij het fijn vindt en waar jij je eigen lekker bij voelt. Maar goed, dat is natuurlijk ja, wel mijn mening. Maar ja, die haat en nijd, ik vind dat zo jammer. Mensen gunnen elkaar het licht in de ogen nog niet meer. Dan denk ik, kom op joh. Ik mag het misschien niet zeggen hoor, maar ja, ik vind dat echt zonde. Want wij delen tenslotte allemaal dezelfde hobby. En we kunnen juist van elkaar leren door elkaar te inspireren en te helpen. Of denken jullie daar anders over? Ja, weet je, zoveel mensen, zoveel wensen, klopt inderdaad. Het is, iedereen vindt natuurlijk andere dingen mooi. Daarvoor zijn er ook zoveel verschillende spulletjes. En ja, we moeten helaas denk ik allemaal keuzes maken. Ik kan ook niet alles kopen wat ik hebben wil. En ach, ik denk dan altijd maar zo. Wensen moet je houden, toch? Ja, ik probeer heel voorzichtig te draaien. Want ik merk dat mijn
mat schuift. Maar ik kan hem ook niet weghalen, want er zit namelijk een hele vieze glasplaat onder. Dus dat is voor jullie niet zo... Kijk, moet je kijken hoe leuk die blaadjes zijn. Oh, ik vind ze echt leuk. Die kun je dan eventueel ook weer helemaal in 3D op gaan plakken. Kijk hoe leuk. Ik moet even mijn prikpennetje hebben. Die heb ik al gehad. En Joost mag weten waar ik die nou weer neer heb gelegd. Nou, hij valt op, want hij heeft een groen handvat. Oh, wacht, ik heb hier nog een andere. Kijk, die zijn toch leuk? En dan zou je dus inderdaad met die Nuvo Drop stikkels, net wat je in huis hebt, pareltjes, kan je die natuurlijk weer mooi... mooi erop plakken. Nou, ik ga nog even gauw een paar van die takjes, want die wil ik aan de bovenkant ook gebruiken met de kerstbellen. Ja, erg leuk takje. Leuke collectie weer. Ondanks dat ik helemaal, nou ja, eigenlijk wel een klein beetje nieuw ben in de kerstkaartenwereld, zullen we het maar zo zeggen. Zo, ja, dit is eventjes saai voor jullie, maar doe maar. Kan ik even niks aan doen? Nou, doen we er nog eentje, dan hebben we wel even genoeg, denk ik. We kunnen altijd nog bijstansen, hè? En anders kan ik ook trouwens, zit ik minuten bedenken, want aan die andere kaart weet ik niet of ik toe ga komen. Kan ik natuurlijk altijd even met Janine overleggen, dat ik van de week 's morgens nog een keer een live erin gooi. Kunnen jullie in ieder geval het filmpje gewoon terugkijken op de groep. Want dat idee wat ik bijvoorbeeld net vertelde, dat hoeft ook helemaal niet met die met kerstthema te maken te hebben. Dat kan ook met een baby boy, baby girl, zomer, bloemen. Ja, ik kun je natuurlijk zo gek niet bedenken. Dus ik vind het eigenlijk sowieso wel heel erg leuk om jullie dat te laten zien. Even kijken. Ik ga mijn kleine stansmachientje even aan de kant leggen. Kerstbellen komen zo meteen. Want ik moet nog even bekijken in welke kleur. Dan heb ik weer chronisch plektekort. Dit leggen we aan de kant. Pakken we gauw onze kaart er weer bij. Oh, hier. Ik wil zeggen, ik had toch al de boekenrol. En ons plaatje. Zo hadden we hem, hè? Of zo, zo. Denk ik. Nou ja, maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Zo, en dan dacht ik dat het wel leuk zou zijn om bijvoorbeeld... En dan moet ik even kijken of ik een leuk kleurtje... Blaadjes zou je nog aan kunnen zetten met inkt. Maar ik, ja, dan zou ik moeten gaan zoeken welke kleur inkt er mooi bij past. Maar wat wel leuk is... En ik zie dat nu... Kijk, die paperpad heeft natuurlijk twee kleuren. Wacht, ik zal hem iets groter pakken. De ene kant is licht, de andere kant is donker. Dus je zou nog met de donkere blaadjes... Die zou je er nog zo tussen kunnen gaan steken. Nou, ik ga de boekrol dus niet in 3D opplakken, want dan wordt die kaart gewoon echt te hoog. En dan denk ik dat ik deze doorknip en dat ik hier ook nog die hulsblaadjes doe, of dat ik hem zo neerplak.
En daar gaan we dan iets met de kerstbellen doen. Goed, we gaan eerst de boekenrol opplakken. Als de belletjes er maar in komen te hangen. De mannetjes zijn van Precious Marieke. Alles staat gelinkt. Ja, ik kan de. Misschien is er iemand die de link zou willen delen. In de webshop staat de link bij de Facebook Live van vandaag. Daar kun je alles vinden waar ik mee aan de slag ga. En mocht er iets niet bij staan, wordt dat later nog bijgelinkt. Zoals die balletjes en dat soort dingen. Dan zit ik mezelf onder te smeren. Nee, is niet zo heel erg. Even kijken. Ik kan er altijd nog een stuk van afhalen. Nou, dan gaan we, misschien is het ook wel leuk. Als ik die even wat probeer hoor. Of. Nee, vind ik niet zo mooi. Ik ga hem toch gewoon zo plakken. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. Nou, ik doe dat altijd maar een beetje. Ik plak eigenlijk nooit de uiteindes vast. Als dat nodig is, doe ik dat namelijk later nog. Misschien is één ook wel genoeg. En dan nog met wat losse takjes. Ja, ik ga het er even bij één houden. En dan ga ik losse takjes. Nou, ook deze doe ik met gewoon lijm. Anders wordt die echt te hoog. Nou, de lijm zit voornamelijk in het, ja, ook wel een klein beetje aan de zijkant. Maar het voordeel is, doordat je natuurlijk die 3D hebt, dat vind ik dan weer leuk. Als je dan zo'n blaadje hebt, kun je ook opbouwen. Nou, en we hadden hier nog een takje. Nou, pak ik een donkere. Deze iets naar beneden. Kun je hier bijvoorbeeld in het onderste laagje het donkere doen. Doe je een eentje hoger. Kun je weer een lichtere. Zo kun je, ja. Nou, vind je dat te veel, pak je een enkel blaadje. Want die hadden we natuurlijk ook nog. Kun je ook hier een beetje zo. Klein beetje vormen. En dan er nog op plakken. Nou, dat is mijn idee. Ja, dus ik heb hem eigenlijk een beetje dubbel gevouwen. Doe ik wat lijm op. Peter even mijn pincetje voor kunnen pakken, denk ik. Plak ik de uiteindes vast. Dan wacht ik heel even tot hij droog is. En dan vouw ik hem verder dubbel. En dan krijg je dat. Dat hij wat meer omhoog gaat staan. Wat een gezeur. Mis ik iets? Ah, dankjewel Marleen voor de link. Fijn. Nou, en zo kun je dus, ja, eigenlijk gewoon je hele tafereeltje kun je zelf opbouwen hoe je dat leuk vindt. Nou, het voordeel is natuurlijk van die takjes, die hebben wel een langer steeltje. Dus die kun je gewoon zo. Nou. Kunnen we die er bijvoorbeeld aftrekken van zo'n lange tak. Dan heb je weer een iets langer steeltje. Die kun je er weer helemaal aan de onderkant. Nou, wil je daar toch de donkere tussendoor. Is misschien wel leuk. Dus doen we hem zo. Nou, doe ik op het steeltje. Doe ik weer lijm. En dan til ik hem gewoon iets op. En kijk ik waar wil ik hem.
En daar plak ik hem vast. Nou, en zo kun je dat hele tafereeltje, kun je op die manier eigenlijk opbouwen. En wat ik dan bedoelde met dit blaadje. Dus even opletten dat ik echt de bovenste heb. Ik heb hem namelijk iets scheef geplakt, zie ik. Zien jullie niet, maar ik wel. En zo til ik die blaadjes wat op. Ik verfrommel ze iets. Helemaal niet erg. Oh, daar zit lijm. Nou, en zo wil ik dat eigenlijk met alle blaadjes doen. Nou heb ik denk ik geen rode stikkels. Heb ik rode pareltjes toevallig. Wel witte pareltjes. En ik heb roze. Even kijken. Nou, je kunt ook als je bijvoorbeeld stikkels hebt of glittertjes. Want ja, kerst is natuurlijk altijd wel een beetje lekker glitters en de hele reutemeteut. Kun je natuurlijk ook nog wat gewoon een glitterdropje erop doen, hè? Op die besjes. Ik denk ook dat ik dat straks nog ga doen. Maar goed, we gaan even verder, want ik wil natuurlijk ook nog de bellen aan de bovenkant. Nou, ik scheur deze kapot. En die plak ik hier. En dan kijk ik even of ik dit leuk vind. Scheur ik er nog een af. Misschien vind ik dat wel te veel worden. Moet ook niet te druk worden, dat vind ik dan weer zonde. Even kijken. Nou, hou het maar eens even hierbij, want we kunnen altijd nog. Nou zie ik dat mijn lijm gaat lekken. Dan moet ik even wat aan doen. Oh, maak er een kliedenbol van. Heel af en toe dan knijp ik te hard in mijn lijmfles en dan blijft die lopen. Zo. Nou, daar zien we dadelijk niks meer van. Dus dat is niet zo heel erg. Nou willen we natuurlijk nog de klokken. Ik ga ze gewoon even alle drie uitstonzen. En dan wil ik even kijken. Ik ga het toch proberen. Ik vind dit toch een leuk papiertje. Of dat het qua kleur bij elkaar komt. Ik heb weer plek tekort. Ja, wordt wel leuk zo, hè? Dus ik ga aan de weg. Komen die ideeën vanzelf. Mijn zuignapje doet het niet zo goed op dat tafelzeil. Maar goed, die glasplaat is natuurlijk ook weer zo wat, want dat blinkt weer. Nou, leggen we de klokjes erop. En dan is het misschien nog wel leuk om een stukje touw te pakken of hemkoord. Moet ik even kijken of ik de goede kleur heb. En dan die klokjes daar als het ware aan te hangen met een strikje. Sorry als het even beweegt. Moet je kijken hoe leuk. Gauw die uit beeld, want die schittert. Nou, moet je kijken hoe leuk die klokken zijn. Tenminste, vind ik. En dan zit ik weer te kijken. Ik vind eigenlijk die klokken is helemaal niet alleen maar kerst. Juist doordat je er hulsblaadjes en zo bij gaat gebruiken, wordt het een kerstcreatie. Maar ze zijn natuurlijk ook leuk voor een huwelijkskaart. Voor een bruiloft.
Als je bijvoorbeeld iemand hebt die in de kerk trouwt of zo. Dan, nou, trouwens hoeft niet eens, maar daar zijn die klokken ook weer erg leuk voor. Dus het is eigenlijk gewoon veel meer, of veelzijdiger als alleen maar kerst. En dan vind ik eigenlijk met die klok vind ik dat ook. Want die heeft ook niet echt de typische, volgens mij uit mijn hoofd eventjes. Dus die kun je natuurlijk gewoon veel vaker gebruiken als alleen maar voor kerstcreaties. Zo. Ja, ik moet even die kleine frummeltjes. Mijn moeder zegt al mooi schutmateriaal. Ja, inderdaad. Nou ja, het voordeel is wel als je natuurlijk zelf je schutmateriaal wil maken en je hebt dubbelzijdig papier, heb je gewoon twee mooie kanten. Je hebt natuurlijk ook dubbelzijdig papier. Of dubbelzijdig, dat klopt niet met wat ik wil vertellen. Je hebt natuurlijk ook designpapier wat niet dubbelzijdig is. En als je daar dan zelf je schutmateriaal van maakt, want volgens mij heeft Studio Light van die malletjes erbij zitten, ja, dan heb je altijd één witte kant. Kijk, en nu hebben we eigenlijk gewoon, als ik hem omdraai, hebben we strepenbel. Dan vind ik deze leuker. Nou, dit leggen we heel gauw aan de kant. Huppa, daar is de stofzuiger straks blij mee. Oh, kijk, zie, ik heb hier de klok liggen natuurlijk. Die kan eigenlijk altijd, hè? Is ook leuk met een babykaart. Zeker omdat je de wijzertjes erbij hebt, kun je de tijd aangeven hoe laat de kleine geboren is. Nou dacht ik dat het leuk was om die drie gewoon bij elkaar te binden. En dan deze in het midden, want de onderste en de dingen hebben streepjes. Of misschien twee. En die hierboven aan het touwtje aan te hangen. Dan ga ik er toch nog een hulstakje bij stansen. Want ze zijn groter als ik gedacht had. Maar dat is toch leuk zo? Even kijken, hebben we een stukje. Ik dacht dat ik. Oh, zie je, die moet ik ook opruimen. Nou zei ik net, ik dacht dat ik van dat goudkleurige bamboetouw had. En dat dacht ik niet, dat weet ik zeker. Ik weet alleen niet waar ik hem gelaten heb. Dat past daar natuurlijk kei mooi bij. Ik heb wel ander touw. Nou, ik pak nu gewoon eventjes een ander kleurtje, want ik kan hem niet vinden. Hij ligt niet waar ik verwacht had dat hij zou liggen. En het andere lint in die kleur is echt een beetje te dik. Dat is niet mooi. Oh, wacht eens. Nee, dit is een zwarte hemdkoord. Dat vind ik ook niet zo mooi erbij. En rood heb ik niet. Oh, ik heb het. Ik heb het. Zoekt en jij zult vinden. Kijk, ik heb van dat bamboekoord. Nou, is wel leuk om die klokken daar aan te hangen. En dan moeten jullie even niet op dit takje letten, want ik moet even een nieuwe stansen. Maar dan plakken we er nog een langere bij, zeg maar. En dan de klokjes. En dan doen we hier in het midden doen we nog fijne kerst. Pasta. Nee, dat heb ik geprobeerd. Een blister. Maar dat gaat echt niet lukken. Tenminste, ik heb ze niet van die kleine. Laat ik het zo zeggen. Misschien zijn ze te koop. Weet ik niet. Maar de opening van de klok is, om precies te zijn, 4,3 centimeter. Maar wat er wel in past, voor degene die het begin gemist hebben. Je hebt van vazen, van die plastic balletjes. Nou, die zijn in twee delen. Nou, ik had er eventjes gauw een stukje afgeknipt om te kijken. Die past hierin.
Als je die met een lijmpistool vastdoet en je doet daarna een mooi lintje eromheen. Nou ja, ik zal nu even een stukje met dit laten zien. Dit is te dun, hè, maar je kunt dit wel vlechten en... En je werkt dat mooi weg met een stukje papier of lint of touw, net wat je hebt. Heb je eigenlijk ook een shaker, Marion? Want hier kun je ook schutmateriaal in doen. En die zijn er echt in best wel veel verschillende soorten maten, als ik me niet vergis. Ik heb er twee, hele grote en deze. Maar dan heb je ook een shaker. En bij die klokmal, kan ik wel even laten zien. Kijk, als je hier die mal hebt... Daar zit, ik heb hem nu niet gebruikt. Daar zit deze nog bij. En ik vermoed... Die is net zo groot. En wil je dan nog een mooi achterkantje hebben voor bijvoorbeeld erin... Dan zou je deze kunnen pakken. Dan heb je een mooie mandala erin. Nou, doe daar een beetje sneeuw of bolletjes. Ja, parelkettingje ook erg leuk. Dus dan heb je eigenlijk toch je shaker. Alleen hij is wat boller. Omdat je natuurlijk zo'n bol gebruikt. Is ook nog iets wat ik uit wil werken. Te veel ideeën. Nou nog potjes met tijd. Wordt tijd als ze die ook gaan verkopen in de webshop. Even kijken, waar waren we? Nou, ik leg de klok weer even aan de kant. Kan jullie ook echt nog wel iets mee voorbij zien komen? Te zijner tijd. We waren met de klok en de hulst. Nou, voor de hulst wil ik een nieuwe. Want ik heb namelijk hier natuurlijk al een stuk afgescheurd. Evenals bij deze. En dat vind ik niet mooi. Dus die plakken we dan hier. En dan doen we de klok. Ik weet nog niet of ik 3 of 2 bellen doe. Ik denk 2. 3 wordt te druk. Die doen we dan zo. En dan, zoals ik al zei, hier in het midden komt dan de tekst. Je hebt ja, die potjes met tijd, dat is een dingetje. Hè? Iedere keer als ik hem wil kopen, zijn ze uitverkocht. Het is dat, hè. Doen we hier fijne feestdagen, fijne kerstdagen, gelukkig nieuwjaar, net wat je natuurlijk hebt. En dan snij ik hem af aan de bovenkant. En dan hier ril ik hem. En dan hebben we gewoon een hele mooie kaart. Ik heb hem alleen, zit ik minuten bedenken, dus ik ga hem niet rillen. Wat ik ga doen, ik ga hem, want dan had ik hem hier moeten plakken. Dus wat ik ga doen, is ik ga hem hier afsnijden. En dan plak ik hem, dan mat ik hem op een witte basiskaart. Dus dan pak ik het fluweelkarton van Craft Emotions. Ik vind dat zelf heel mooi bewerkt papier. En daar... Mat ik hem dan op en dan kan ik aan de binnenkant kan ik mijn tekstje schrijven. En dan is mijn kaartje eigenlijk ja, klaar. Dus ik ga even een nieuw hulsblaadje stansen, mijn klokjes vasthangen en een tekstje opzoeken. En dan zien jullie hem verschijnen op de groep. Dat was die weer voor vanavond. Nou, ik ga voor jullie dat idee nog even uitwerken met die cirkel en die balletjes daartussen hangen. Dat gaan jullie van de week zien op de groep. Het zij of in een opgenomen filmpje of in een live. Dat weet ik nog even niet. Maar dat komt goed. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Morgen om 10:30 uit mijn hoofd is Alice live. En Janine is van de week ook nog live weer met de Showtime. Dus er zitten nog wat dingetjes voor jullie in het verschiet. En dan wil ik jullie voor nu nog een hele fijne avond wensen. Dankjewel en doei doei!